Ja, Marcel Langeveld, van harte gefeliciteerd. Kampioen geworden vanavond, dat was voor een wedstrijd. Ja, in eerste instantie is het toch wel een zenuwachtig gebeuren. Ik denk dat we goed beginnen, goed starten. Eerst 25 minuten goed, best verzorgd voetbal spelen, mag ik zeggen. Eindfase niet goed. Valt de goal op een gelukkig moment en ja, tweede helft niet meer in gevaar geweest. De tendens was een beetje, het mag niet meer fout gaan. Hoe hou je je spelersgroep dan ook zo scherp dat het niet meer fout gaat? Ja, dat is constant blijven praten. Je hoorde het hier toen je aankwam ook al, want dat kan voor jullie niet meer fout gaan. Ja, iedereen die de wedstrijd heeft gezien, OSV heeft het niet weggegeven. En we hebben best wel een lastig momentje gehad in de eerste helft. Gelukkig doet OSV dat ook, daar houdt de ploeg helemaal scherp op dat moment. En ja, net als ik zeg, 2-0 hebben we niks meer weggegeven, dus gewoon goed uitgevoerd. Ja. Nu eindigden jullie met z'n drieën het gelijk aantal punten bovenaan, dus moest je met z'n drieën uitmaken wie de kampioen wordt. Jullie winnen dan uiteindelijk deze kleine competitie en dus ben je de terechte kampioen. Als je uiteindelijk 6 punten pakt, die twee wedstrijden wel, denk ik. Ja. Heb je ooit gevreesd, tenminste gevreesd is misschien een groot woord, maar dat het mis zou gaan in die laatste drie wedstrijden? Of heb je altijd het vertrouwen gehad dat jullie die titel zouden pakken? Ja, goed, vertrouwen hadden we er altijd al in, maar het is een knotsgekke competitie geweest. Wij laten punten liggen, tegenstanders laten punten liggen, uiteindelijk eindig je met z'n drieën bovenaan. Ja, dan moet je die wedstrijden gaan spelen. En we hadden denk ik een klein beetje genoeg voor de OSV. OSV was degene die natuurlijk de derde periode pakt, voor bezig is. En dat was denk ik ons geluk. Dank u wel.